Ruim 50.000 mensen wonen er nu in de Bijlmer, de satellietstad van Amsterdam, die door het gereed komen van het laatste stuk van de metro Oostlijn nu een rechtstreekse verbinding heeft met het Centraal Station. Ongeveer 13 kilometer van het totale metronet loopt bovengronds. In de treinstellen mogen op speciaal daarvoor gereserveerde balkons fietsen worden meegenomen. Even voorbij het Amstelstation duiken de treinen de tunnelbuis in. En via de stations Wieboudstraat, Weesperplein en Waterlooplein bereiken ze dan het station Nieuwmarkt, waar op de tunnelwanden als kunstwerk gebroken spiegels zijn aangebracht. Een aantal andere kunstenaars heeft het station voorzien van wat al genoemd wordt anti-metrokunst. Onder meer met behulp van grote fotopanelen wordt herinnerd aan het verzet tegen de metro. Verzet tegen de afbraak van huizen, dat tussen eind 1974 en april 1975 tot ware veldslagen leidde van bewoners en sympathisanten met de mobiele eenheden. Het heeft de sloop van de huizen niet kunnen verhinderen. Het tracé, dat door de Amsterdamse gemeenteraad was goedgekeurd, liep dwars door de Nieuwmarktbuurt heen. En de grote bocht was nodig om parallel aan het Centraal Station te kunnen eindigen. Maar dat betekende dat langs de lijn die de camera nu volgt een aantal huizen tegen de vlakte moest om hier de metrobuizen te kunnen leggen. Zoals bekend heeft het verzet geen resultaat gehad. De buizen zijn er toch gekomen en op de lege plekken moet de toegezegde woningbouw nog beginnen. Het station Nieuwmarkt is onder meer bereikbaar via een ingang aan de Oude Hoogstraat. Aan de afbraak die in deze oude volksbuurt heeft plaatsgevonden, herinnert op het station onder andere deze grote foto. Na de openingsdag, die overigens niet zonder rellen verliep, heeft het publiek in grote getale kennis gemaakt met de metro. En op de nieuwe 15 strippenkaart kon men voor rond een gulden heen en terug. Een van de opvallendste en meest symbolische versieringen in het station is de boven de tunnelbuis aangebrachte slopersbal. De rit van de Bijlmer naar het Centraal Station duurt ongeveer 20 minuten. De verwachting is dat het aantal dagelijkse passagiers dat tot dusver tussen de 50 en 60.000 schommelde, nu de Oostlijn voltooid is, in de komende jaren zal oplopen tot zo'n 90 à 100.000 per dag. Dat de spoorwegen blij zijn met het doortrekken van de lijn naar het Centraal Station is duidelijk. Wie met de trein verder moet, kan uiteraard binnenshuis blijven. En voor wie de stad in wil, zijn er op CS verschillende uitgangen. We gaan nu in 1 minuut terug naar Bijlmer Oost, langs alle stations aan deze lijn. Nieuwmarkt. Waterlooplein. Weesperplein. Wieboudstraat. Amstelstation. Duivendrecht. Hier nemen we nu de oostelijke aftakking en komen dan op station Venserpolder. Diemen-Zuid. Verrein-Stuartweg. Ganzenhoef. Kraaiennest. En tenslotte Gasperplas. Een snelle verbinding.